Beste kijkers, welkom bij Rondom Sport. Als makers van dit programma hopen we dat u de coronaperiode goed doorkomt. We hebben enkele maanden stilgeleden, maar gaan vanaf heden weer elke maand een programma maken binnen de mogelijkheden en de huidige regelgeving. Afgelopen tijd hebben we gebruikt om onze studio een frissere uitstraling te geven, met een nieuw decor. Wel zult u de eerste maanden mijn collega Luc moeten missen, dus ik zal de presentatie alleen doen, dus wel even wennen. In de uitzending van vandaag staan onze tafelgasten centraal. Allereerst Ronald Mutsaars uit Schijndel, ex-profwielrenner van de Rabobankploeg en tegenwoordig eigenaar van een mooie en klantvriendelijke wielerzaak. Met hem gaan we onder andere praten over de tijd waarin hij heeft gefietst, waarin je zonder verboden middelen eigenlijk weinig kon uitrichten. Dan naast hem Alejandro Navarro Keres. Hij is eerste elftalspeler van voetbalvereniging Avanti. En Alejandro heeft het coronavirus opgelopen. Alejandro, eerste vraag, hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed inmiddels weer, gelukkig. Wij hebben ook weinig klachten gehad, dus alleen geen reuk en geen smaak. Oké, okay. Je bent weer op je oude niveau? Ja, jawel. Ja, ik heb conditioneel wel even een tikje gehad, merkte ik, maar nu is het allemaal weer goed. Ja. Oké, okay, goed om te horen. Ronald, even terug naar jou. Je volgt de Tour de France. Roglic staat op dit moment in het geel. Denk je dat je het volhoudt tot Parijs? De papieren staan er voor hem inderdaad goed voor, vliegen er goed voor. Ja, ik denk wel dat hij dit gaat volbrengen tot in Parijs, zeker. Oké, dankjewel. Ronald, we gaan het gesprek met jou beginnen. Je bent prof geweest bij de Rabobankploeg, zoals ik al in de aankondiging zei. Wanneer voelde je aankomen dat je zeg maar, misschien wel eens prof zou kunnen worden? Ja, dan ben je inderdaad echt al wel wat verder in de zin van... Dat is zeker nog niet in je juniorenperiode van 17, 18 jaar niet. Dan ben je echt 1, 22. Dan ga je dingen doen die je ook denkt van oké, dit ziet er goed uit. En dan moet ook het geluk aan je zijde zijn, laat dat voorop stellen. Werd je begeleid, ook in je juniorentijd? Junioren, tweede jaar junior was ik inderdaad al lid van het Rabobank Wielerplan destijds. Daarna doorgroeid naar de espoirs, belofte, hoe ze tegenwoordig allemaal benoemd worden. En dat is 4 jaar ben je dat. En na die 4 jaar moest je eigenlijk wel zover zijn dat je kon doorstoten tot. Ja. En inderdaad, dat was ik. En toen inderdaad de stap gemaakt naar het beroepstrainersleven. We gaan in eerste instantie even naar een filmpje kijken. En dan komen we daarna even terug op wat daar zich afspeelt. De Lust van Schijndel, een groot wielerevenement, vond op 2 september plaats. Zeer bekende renners reden mee, zoals wereldkampioen Jan Raas, oud-wereldkampioen Gerry Kneteman, Joop Zoetemelk, Henk Lubberding, Jo Maas, Gerry Vergerwe, Lucien van Impe en Mark de Meijer. Bij de amateurs, onder andere Guus Bierings, Peter Dame, Piet Kuijs, Hans Koot, Bas van Lemoen, Henny Stamsnijder en de plaatselijke favoriet Henk Mutsaars. Erekus voor de winnaar van de Lus. Je hebt het filmpje gezien. Hoe ken je de beelden? Nee, alleen foto's. En hoe vind je het om het te zien en om je vader te zien? Heel mooi om terug te zien, zeker. Ja. Ik had het nog nooit gezien. Oké. Okay. Ja, wat is de invloed van je vader geweest op je... Je is ook profrenner geweest. Wat is de invloed van je vader geweest op je carrière? Nou, hij wilde eigenlijk graag dat je ging fietsen uiteindelijk. Maar eerst heeft hij vrij lang zelf doorgefietst. Tot denk ik wel 7, 38. Dus toen... bleef ik ook voetballen, want ik was niet mogelijk om destijds samen al te fietsen. Dus prima, dat was ik goed, dus niet te jong beginnen. Maar uiteindelijk, hij heeft nooit gepusht van, oh je echt fietsen of dit of dat. Nee, maar ja, je wilde dat zelf graag. En toen kwam we van het een en het ander. Maar nee, uit al te steun natuurlijk, 100%. Maar heeft hij ook, zeg maar, je op tips gehad? Of liet je het over aan je trainers? Nee, zeker wel tips. Alleen op een gegeven moment, als je bij het Rabobank Wielerplan kwam, bij de junioren, toen reden wij in Nederland misschien maar uiteindelijk 20 wedstrijden. En de rest was allemaal in het buitenland. Ja goed, die had ook gewoon zijn job. Mm-hmm. En dat was niet mogelijk om daarmee te volgen en te doen. En was s'avonds een keer bellen. En hoe is het gegaan? Ja, zo. En dat was het. Okay. Maar niet dat hij echt die invloed had. Maar wel, denk ik, trots. Oh, de 100%. Ja, zeker weten. Ja, zeker weten. Ronald, op een gegeven moment stap je over van de belofte. Of de espoirs, hoe het ook mogen heten destijds. Ja. Stap je over naar de echte Rabobankploeg, de grote ploeg. Ja. En daar kwam je in een wereldje terecht waar het heel anders aan toe ging. Hoe zijn die beginjaren voor jou geweest toen je daar als broekie zeg maar, in bij de grote jongens terecht kwam? Nou ja, goed, het verschil is echt wel groot. Dus je maakt die overstap en je denkt dan gewoon van ik ga even meedoen. Maar dat is niet even. Dus
daar heb je gewoon een jaar, twee jaar voor nodig. En dan ga je echt wel je plekje vinden. En dan kun je ook meedoen, maar dan heb je inderdaad ook echt, dan is de motor echt groter geworden. Maar goed, uiteindelijk die stap toch redelijk tot goed verteerd, zeker. Mm-hmm. Ja. Wanneer kreeg je in de gaten dat er zeg maar meer aan de hand was dan alleen maar goed kunnen fietsen? Ja, op een gegeven moment in eerste instantie sta je er niet bij stil. Dan denk ik, inderdaad, zijn er enkele. Maar uiteindelijk blijkt inderdaad, en zeker achteraf zien, dat het natuurlijk wel veel breder uitgezaaid was dan wat je eigenlijk in eerste instantie zelf dacht. Mm-hmm. Is het naïviteit, is het, ja, weet ik niet hoe je dat wil benoemen. Maar nee, goed, op een gegeven moment, denk als derdejaars, dan kom je daar wel achter. Dan denk je van, oké, word je tweede op Mallorca. In een van de eerste wedstrijden van het jaar. Maar inderdaad, een maand later rijden ze in één keer eigenlijk allemaal wel net even 10% harder. En je denkt van, ik heb ook niks raars gedaan de afgelopen tijd. Hoe ging je daarmee om? Ja, dan goed, daar onderga je en daar accepteer je. Je had wel een bepaalde rol in de ploeg. Dus ik was eigenlijk knecht, dus ik deed ook echt veel meer wedstrijden dan echte kopmannen deden. Dus je dacht op een gegeven moment zelf ook van, ik heb zoveel wedstrijden gereden, dus ik ben meer vermoeid dan een ander. Dus inderdaad, die drive om inderdaad bepaalde wedstrijden eigenlijk extra te kunnen, die wordt vanzelf minder. Mm-hmm. Zelfs als je zelf 60 uur in de week werkt, dan ben je niet meer zo scherp als het 30 uur is. Dus daar ga je dan op die manier ook wel mee om. Maar goed, je geeft er voor jezelf wel een plek, maar nooit de negatieve inzien eigenlijk. Maar heb je ooit op het punt gestaan dat je zelf dacht van, ik moet nu een keuze maken? Het is of linksaf of rechtsaf? Ja, die keuze is op een gegeven moment inderdaad wel gekomen en geweest. En ik ben rechts gegaan als je rechts wil doen of links. Maar in ieder geval, inderdaad, nee, die keuze is wel geweest. Zeker weten, ja. Maar, en dat betekent in jouw geval? Ja, niet gedaan. En, nee. Maar had je daar vrede mee? Of op dat moment zeker. Was je gefrustreerd van? Nee, helemaal niet. Nee, het is zo en het was zo. En of je dit mee of het niet mee, dan moet je accepteren. Je hebt die keus. Nou goed, dan doe je zelf, maak je keuze, dan sta je achter. Dus als je gefrustreerd zou zijn geweest erover, dan je de andere kant moeten kiezen. Hoe kijk je erop terug? Oh, ik zou het zo weer doen. Ja. Ik heb een heel leuke tijd gehad en heel veel gezien, heel veel genoten, veel meegemaakt. Ik zou het zo weer doen. Oké, nou dank je voor je toelichting en voor het gesprek, Ronald. Graag gedaan. Het heeft heel wat voet in aarde dit jaar, de uitreiking van de Sport Awards. Door de coronacrisis kon dat een paar maanden geleden niet doorgaan. Maar de Sportraad bij Rijstad heeft een oplossing gevonden. Was het vorig jaar nog een heel spektakel in en rond het Spectrum hier in Schijndel, met overdag demonstraties in het zonnetje en 's avonds de huldigingen in de theaterzaal. Dit jaar wordt het natuurlijk een stuk soberder. Het wordt in ieder geval geen groot publieksevenement. Vrijdag en zaterdag worden de kampioenen gehuldigd in twee aparte bijeenkomsten. En zondagavond is dan de grote finale waar de Sport Awards van 2019 uitgereikt gaan worden. Een sober feest dus, maar voor de winnaars natuurlijk niet minder eervol. Inmiddels is aan tafel geschoven Henry van Marrooy, trainer van Avanti. Henry, welkom. Samen met Alejandro gaan we in eerste instantie even praten over hoe het was om een coronageval in de selectie te hebben. Van Alejandro hebben we reeds gehoord hoe het voor hem was. Henry, hoe kwam het op jou over dat je in één keer een speler had met corona? Ja, je kunt het verwachten, zeg ik altijd. Want het was best wel lastig eigenlijk de tijd. Omdat hij belde mij op zaterdags en zondags werd het jaarwoord. Dus wij hadden hem 10:30 zouden wij vertrekken naar Sparta 25. Nou, dus wij moesten vlug beslissen om die wedstrijd af te lassen. Nou, toen hebben we contact gehad met bestuur en toen is eigenlijk heel de selectie in quarantaine geweest. En van daaruit hebben wij ons eigen allemaal laten testen. Okay. Dus dat is best wel lastig, want dan ligt het stil. Dus waren de mensen bang? Merk je iets aan de sfeer in de ploeg? Nee, ik vind heel Avanti en ook de Space hebben het gewoon perfect gedaan. Okay. En hoe was dat voor jou? Had je nog ergens een schuldgevoel? Je dacht van verdorie, mijn collega's aangestoken? Nou, een schuldgevoel is een groot woord, alleen ja, het is wel lastig om sowieso eventjes te zeggen van ja, je hebt corona. Dat klinkt best. Werd klinkt je erop aangekeken voor je gevoel of hoe werd je opgevangen? Nou, sowieso door Avanti zelf perfect. Mm-hmm. Daar kan ik echt niks over zeggen. Wat Henry al zegt, iedereen is getest, dus dat is ook allemaal gelijk goed gegaan. En er zijn natuurlijk altijd speculaties en blijft toch. Ja. Hoe hebben jullie de draad erop gepakt, Henry? Ja, wij zijn toen zondags weer gaan trainen. Mm-hmm. En toen zijn wij gewoon weer vol aan de training gegaan. Moest je daarna ook nog getest worden of was het daarmee klaar? Nee. Toen was het af. Mm-hmm. Dus als je getest werd, dan kon je gewoon weer je ding doen. Ja. En dat hebben we gewoon gedaan. En we hebben weer wat langer gaan trainen, want ik vind, dat is mijn voetbal. Hè. Je hebt me nu te kort gedaan, want we hebben 3 wedstrijden niet gevoetbald. Mm-hmm. Nou, die zijn we nu rustig aan het inhalen en morgen een wedstrijd tegen Rode. En dan zijn wij er zondag klaar voor om tegen. Hoe reageerden je tegenstanders?
Ja, dat is wel best wel lastig. We hadden best wel een moeilijk gesprek met de trainer van Sparta 25. Dus ik vind het toch gewoon heel raar. Want het is net wat Alejandro zegt van... je hebt corona, meer is het niet. Hè? Je gaat gewoon weer verder. Nee, je moet er proberen nuchter mee om te gaan. Ja. En het kan overal voorkomen. En verstandig, denk ik. Het kan overal voorkomen. Ik werk op een basisschool. Het kan ook elke dag ontstaan. Ja. Dus dat heeft ons niks in beperking gedaan. Oké. En nu ga je, wat je al zei, gaan jullie vol op de competitie in. Hoe zie jij de competitie tegemoet? Allereerst enorm veel zin in. Je start in de basis, neem ik aan. Ja, het is nog even afwachten hoe het eruit komt. Oké. Nee, ik heb er alle vertrouwen in. Ja. Maar jij bent weer op het niveau terug zoals je het graag wilt hebben? Of heb je nog achterstand voor je gevoel? Ja, wat ik al zei, mijn conditie heeft wel een tikje gehad. Mm. Dus die speelminuten die ga je wel weer oppakken. Daarom morgen weer een wedstrijd, is wel fijn. Heb ik inderdaad begrepen dat jullie de eerste thuiswedstrijd, of uitwedstrijd, ik weet niet precies. Thuiswedstrijd tegen TGG speelt. Een van die bossen elftallen die waarschijnlijk wel spelers van elders gehaald hebben. Net zoals vorig jaar dat in jullie competitie in clubs in Os en clubs in Helmond deden. Hoe kijk jij tegen die situatie aan, Henry? Dat spelers van elders elke keer verkassen. Ja, ik zeg altijd, je moet er tegen voetballen. Dus als dat zo is, dan is dat zo. Mm-hmm. Dat kan bij ons... ik wil niet zeggen dat Alejandro een voorbeeld. Ja, die heeft ook altijd hoog gevoetbald en met een bos. En als je hun carrière ziet, is het ook gewoon fantastisch dat hij bij ons voetbalt. Ja, en bij TG bijvoorbeeld Alvar of hoe heet hij? Arda. Arda Alvar. Ja, dat is, okay. die heeft overal al gevoetbald en op een heel hoog niveau. Mm-hmm. En ik hoorde van dat hij eigenlijk naar Thailand ging voetballen, maar dat is nog steeds niet doorgegaan. Ja, dat is gewoon een geweldig voetbal. Maar ik zie dat altijd positief. Het is ook geweldig dat je tegen zo'n speler mag voetballen. Ja. En ik zeg altijd, wij als team zijn gewoon verder als TG. Dat weet ik 100%. Oké. Okay. En hoe is het voor jou? Want je zegt zelf, ik heb ook bij verschillende verenigingen gespeeld. Mm-hmm. Want jij bent begonnen je bent nog bij Jong FC Den Bosch geweest. Ja. En hoe is jouw dan carrière verlopen daar? Ja, Jong FC Den Bosch was eigenlijk de laatste stap. Mm-hmm. Ben begonnen bij Willem II, mm-hmm. toen ik 11 was. Er zijn bepaalde fuseringen geweest, dus Willem II is weer met RKC. RKC mm-hmm. is uiteindelijk met Den Bosch samengegaan. Maar uiteindelijk de keuze gemaakt om maatschappelijke carrière te willen maken. Maar, als ik heel even streng mag zijn, was je niet goed genoeg? Om de top te halen, nee. Oké. Okay. Dan ben je zelf ook... Ja. En maar hoe is het nu om bij Avanti te spelen? Want je hebt ook bij Schijndel gespeeld. Vanwaar de ene keer Avanti en de andere keer Schijndel? Nee, eigenlijk van voor mijn carrière voetbalde ik eigenlijk wel bij Schijndel. Mm-hmm. En het was eigenlijk gewoon, ik stopte bij Den Bosch, ik ga terug naar Schijndel. Mm. Maar uiteindelijk toch, ja, vrienden die voetballen bij Avanti, gezellige club. Ja, uiteindelijk, wat ik net ook al zeg, maar maakt het niet uit wat mensen ervan vinden of wat dan ook. Mm-hmm. Uiteindelijk ga ik op mijn gevoel af en dan blijf ik nog steeds zeggen, het is een supergezellige club. Dus. En als het dan blauw-geel aan de deur klopt? Nee. Die fase is voor jou voorbij? Op dit moment wel. Kijk, blijf altijd ambitieus, maar op dit moment vind ik het gewoon leuk om met vrienden te voetballen. En uiteindelijk ook een topprestatie neer te zetten dit seizoen. Ja. Oké. Okay. Wat verwacht je van dit seizoen, Henry, qua doelstelling? Top 5. Oké. Okay. Wat betekent dat bijvoorbeeld periode? Ja, top 5 is niet altijd een periode, maar daarvoor willen we ook strijden. Want vorig seizoen, ik wil niet zeggen dat corona goed uitkwam, maar toen hadden jullie niet je beste seizoen. Nee, maar wij hadden gewoon nog hoog geëindigd, weet ik zeker. Want okay. Wij hadden de laatste 5 wedstrijden 3 keer gewonnen. Ja. En we hebben ook gewoon een ploeg die daar gewoon in mee kan doen. Mm-hmm. Ja, en je hebt altijd te maken met blessures. En als de ene keer wat meer is dan de andere, dan ga je weer minder punten pakken. Mm. Okay. En we hebben nu een bredere selectie gekregen met jongens erbij. En ik denk dat het een mooi seizoen wordt en ook heel veel zin erin. Nou ja, goed om te horen dat jullie zo positief gestemd zijn, ook met wat jullie meegemaakt hebben. Dus ik wens jullie veel succes dit seizoen. Dankjewel voor het gesprek. Ja, dankjewel. Beste kijkers, dit was weer de eerste uitzending. We hopen dat u het interessant vond. En het belangrijkste is natuurlijk, blijf gezond. Tot volgende keer.